Godfried Willemraas is muzikoloog, filosoof, componist en oprichter van de stichting Logos, een centrum voor hedendaagse elektronische muziek. Hij schrijft muziek die niemand kan spelen wegens veel te snel en te perfect. Daarom ontwikkelde hij een robotorkest dat het tempo en de moeilijkheidsgraad wel aan kan. Als ik een klein jongetje was, woonde vlakbij de universiteit en ik was nog bezig met elektronica gewoon omdat ik veel onderdelen kreeg van de laboratoria die aan de overkant van de straat gevestigd waren. En ik was zo fier als een gieter als ik in 1958 thuis kwam met een aantal weerstanden. Ik wist toen nog niet dat weerstanden waren, want ik dacht dat het onderdelen waren van de Sputnik. Ik had niet zodanig veel zakgeld en ik wilde zo graag een bandopnemer. Ik heb mijn eerste bandopnemer volledig zelf gebouwd. Volledig. Motoren, samengesteld, 3 motoren, de voorversterkers, nog in de tijd met buizen. Het waren nog geen transistoren in die tijd. Godfried Willemraas, gewone instrumenten, dat was jouw ding niet? Of, Wel, het probleem met die gewone instrumenten is dat je dus beperkt bent in wat je motorisch kan. Het vraagt een heel lange studeertijd om die onder de knieën te krijgen en dan heel veel maintenance om dat technisch niveau op peil te houden. Het is duidelijk, als ik een automatische piano maak, dan hoef ik die niet langer met 10 vingers te bespelen, maar dan geef ik die gelijk 88 vingers, die bovendien over de mogelijkheid beschikken waarbij je elke vinger met een andere kracht kan aanslaan. Bijna alle muziek die wij in West-Europa, of over heel de wereld tegenwoordig, kan je zeggen, horen, is geschreven met een toonsverdeling van 12 tonen per octaaf. Do, kruis, re, mi, enzovoort. Goed, veel van deze machines beschikken over mogelijkheden om dat octaaf onder te verdelen in 24 noten. Als je dat de eerste keer hoort, dan ga je zeggen van, ho, daar word ik zeeziek van. Je neemt gewoon een paar dagen luisteren en dat wordt stabiel. Ja. En dat gaat ook. En dan ontdek je de ontzaglijke rijkdom die er geboden wordt door dat veranderen van tonaliteiten, van harmonieën. Het grote culturele probleem is dat de meeste mensen geboren zijn met een hele grote dosis conservatisme. En misschien maar goed ook, want voor hun voortbestaan is dat eigenlijk wel belangrijk. Voor een gevoel van veiligheid. Maar ik denk dat het avontuur van de cultuur natuurlijk juist in gelegen is om dat conservatisme toch te doorbreken. En van niet in eerste plaats te gaan kijken als je iets nieuws ziet en van wat is er oud, wat is er bekend aan, maar eens aandacht te besteden aan wat er nieuw aan is, wat er innovatief aan is. Ja. Er zitten sensoren in die maken dat hij bewegingen zelf kan detecteren. Ik zeg, het zijn eigenlijk niet alleen automaten, het zijn ook robots. Dat had ik ingebouwd met die machine, omdat hij op die manier iemand op zijne zou kunnen volgen. Als ik het beweeg, als normaal is niet zoals hij ziet, zijn lichtje gaat, pom, hij komt naar mij. Het systeem staat nu ingesteld op het herkennen van percussieve bewegingen. Dat zijn bewegingen dus waarbij je een versnelling maakt en dan een plotse stop. En daarop triggert hij dus slagwerk. Dus normaal, als je heel snel je handen omhoog doet nu, ga je dit krijgen. En naar beneden, dat, zie je? Discontinue bewegingen zullen het slagwerk triggeren. En als je een sprong maakt, dan zul je de trombone horen. Het werkt natuurlijk het best als je helemaal naakt bent. En het werkt dus op reflectie van je lichaam. En als je dus de signalen zuiver wil hebben, dan moet je dus wel een naakt lichaam hebben. Waardoor dat de signalen veel zuiverder binnenkomen en beter kunnen geanalyseerd worden. Dus ik moet mijn kleren afdoen eigenlijk? In principe wel, ja. Ja. Misschien moet ik dat aan u overlaten.
Er zijn waarschijnlijk heel veel mensen zo die denken van Godfried Willem Raes, dat is toch echt wel een vreemde vogel. Hoe ga je daarmee om? Wel, er zijn heel veel mensen die dat denken en er kleeft inderdaad aan mij en aan Loos wel zo soms een beetje een stigma van dat is avant-garde, dat is heel moeilijk, dat is ontoegankelijk, dat is super intellectualistisch. Ik moet eerlijk zeggen uit mijn ervaring dat van zodra je de mensen hier krijgt en ze effectief komen zien, ik ze kan verleiden. Omdat dan die moeilijkheden wegvallen. Dan zijn de mensen gefascineerd door wat het doet. Zou je kunnen voorstellen dat je op een dag zegt van het is nu gedaan met de robot? Ja, dat is het moment dat ik misschien beslis om er niet meer te zijn. Ja. Dat valt dan samen. Ja, natuurlijk. Natuurlijk, natuurlijk ergens wel. Want voor mij, ik word gedreven door het feit dat er problemen zijn, dat ik dingen wil maken. Ik heb nog heel wat projecten staan. Ja. Ik zie niet in waarom het zou moeten stoppen. Of misschien, ik zie het wel mogelijk, theoretisch denkbaar, dat ik zeg van, oh, robots, ik geloof daar niet meer in. Maar dan zal ik iets anders gevonden hebben. Weet ik veel wat.